Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. Zelf beslissen hoe je je dag doorbrengt en waar je woont. Dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking of met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Soms is het voor deze groep mensen moeilijk om in te schatten wat ze precies nodig hebben. Zij kunnen dan een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen. De wet Zorg en Dwang regelt vanaf 1 januari 2020 de onvrijwillige opname in een zorginstelling. Deze wet gaat ook over de rechten van deze mensen en geeft zorgverleners regels voor het toepassen van onvrijwillige zorg. Het verlenen van zorg aan iemand die echt niet wil, is altijd een laatste redmiddel. Onvrijwillige zorg wordt alleen toegepast als er geen andere opties zijn. Bijvoorbeeld als mensen zorg weigeren of als ze niet zelf kunnen beslissen of zij zorg nodig hebben. De wet geldt niet alleen in instellingen, maar bijvoorbeeld ook thuis of op de dagbesteding, waar zorg wordt verleend door professionals. Onvrijwillige zorg moet zo kort mogelijk en op de minst ingrijpende manier plaatsvinden. Alle zorg, dus ook de onvrijwillige zorg, wordt in een zorgplan vastgelegd en besproken met betrokkenen. Dat zijn degenen voor wie de zorg bedoeld is, de naasten of mensen die dicht bij de cliënt staan en de zorgverleners. Samen kijken zij naar de inzet van onvrijwillige zorg en beoordelen ze steeds opnieuw of dit nog echt nodig is en hoe dit zo snel mogelijk kan worden afgebouwd. De wet Zorg en Dwang. Vrij waar het kan, zorg waar het moet en altijd persoonsgericht.